Ik las je wakker? In je bio dat je eigenaar bent van Inside Out Events. Kun je in 1 seconde vertellen wat het is? Dat is een evenementenbureau. Een evenementenbureau? Ja. Nou ja, waarschijnlijk zul je er in je presentatie wat dieper op ingaan. Ik vertel er wel iets over. Ja, beloofd. Heel mooi. Voor jou de laatste Petja Kutcher van vanavond. Dus ik zou zeggen, zet hem op. Dankjewel. Jasper van de Wouw. Dames en heren, welkom. Dit ben ik. Dit is mijn leven. Vertelt eigenlijk in 1 plaatje. Zoals je ziet, dit ben ik hier, Jasper. Heel klein mannetje, 21 jaar en ik kom uit Best. Ik organiseer dus evenementen samen met 2 vrienden en ik heb mijn eigen evenementenbureau. En vandaag ga ik iets vertellen over die experience economy. Nou, om een beetje uit te leggen wat een experience überhaupt is, heb ik een klein raadseltje opgesteld. Want experience economy, naar het Nederlands vertaald, is eigenlijk belevenis. Belevenis-economie. En dan heb ik een vraag: als een boom omvalt in een bos, maar er is helemaal niemand bij om het te horen, maakt het dan geluid? Ja. Ja, nee, ja. Je kunt het op verschillende manieren interpreteren natuurlijk, maar wij, als belevenis-creëerders, wij zeggen nee. Die boom, die maakt geen geluid. Want er staat niemand heen om die boom, om dat geluid te horen. Niemand is er om die trillingen te beleven. Oftewel, er vindt geen ervaring plaats. Want beleven is een ervaring. Ik neem aan dat jullie allemaal verschillende ervaringen in je leven mee hebben gemaakt. Zo gaan jullie bijvoorbeeld wel eens op reis, denk ik. Zo heb je misschien wel eens een fijn plekje waar je ooit zit. Of misschien wel eens het drinken van een goed glas rode wijn. Het drinken van koffie, wat dan ook. Het zijn allemaal ervaringen in je leven. Allemaal belevenissen die uniek zijn voor iedereen. Iedereen beleeft een belevenis op een andere manier. Van dit gezegde maken bedrijven en organisaties heel erg gebruik. Een klein stukje geschiedenis, hoe de belevenis-economie eigenlijk ontstaan is, en dat doe ik aan de hand van koffie. Grondstof van koffie zijn koffiebonen, lijkt me duidelijk. Honderden jaren geleden werden de koffiebonen verbouwd, maar aan het eind van die economie zag je dat de consument meer wou. Dus wat gingen bedrijven doen? Bedrijven gingen het vermalen, die gingen het verpakken, en het werd later in de supermarkt verkocht. Staat in de schappen, de huismoeders zullen het al weten, denk ik. Staat in de schappen in de supermarkt. Sorry. Ook aan het eind van die economie zag je dat de consument meer wou. Dus wat gebeurde er? Koffie werd geserveerd in een kopje, er werd een koekje bij gedaan en je kon koffie gaan drinken bij een restaurant. Goed, toen kwamen we uit bij de experience economy, de Efteling. Wij kregen een presentatie van een man bij de Efteling en die man zei, vroeg ons eigenlijk, wat is de Efteling volgens jullie? Waarop iedereen zei, ja, Efteling is een attractiepark. Hij zei, nee, Efteling is geen attractiepark, Efteling heeft een attractiepark. Wij zijn een organisatie die een belevenis verkoopt. Wij hebben namelijk ook een golfbaan, wij hebben een tv-show, Omroep Brabant, wij hebben een hotel, wij hebben restaurants en nog veel meer. Wij geloven erin dat wij mensen uit de dagelijkse roes kunnen trekken en in de wereld vol wonderen kunnen dompelen. Want dat is een belevenis en dat is wat de Efteling verkoopt. Wij zijn niet alleen een attractiepark. Wat is de minst goede attractie uit de Efteling, vroeg hij daarna. Weet iemand een slechte attractie uit de Efteling? Spookslot. Zwachtrein. Houten achtbaan. Nee, het zijn allemaal hele saaie attracties inderdaad, maar dat is zeker niet de minst goede attractie van de Efteling. De minst goede attractie uit de Efteling is namelijk de Pandadroom. Die video met die 3D-beelden, weet je wel waarom? Die Pandadroom trekt iedereen uit een belevenis. Die Pandadroom zorgt ervoor dat jij geconfronteerd wordt met de realiteit. Met de ergernis uit het dagelijkse leven. Je stapt die Pandadroom uit en je bent even helemaal, ik zit helemaal niet meer in die wereld van wonderen. Slechtste attractie. Enexis. Energiemaatschappij. Ik heb er gelukkig nog niet mee te maken, maar energie afsluiten lijkt me mega saai. Dat dacht Enexis ook. Dus Enexis is gaan denken. Hoe kunnen wij van onze mega saaie organisatie een belevenis maken? Hoe kunnen wij het veel leuker maken? Enexis heeft een app ontwikkeld. Een app waarmee je inzicht krijgt in je energiegebruik. Waarmee jouw kinderen spelletjes kunnen spelen. Waardoor ze educatief bezig zijn. Waarmee je punten kunt sparen. En zo dus energie kunt verzamelen. Maar ook je thermostaat op een afstandje voordat je thuis bent lekker wat warmer draaien. Enexis is dus ook een appontwikkelaar. Enexis verkoopt een beleving. Hetzelfde met Airbnb. Het werd al verteld in de presentatie van Erik. Alle respect voor Hotel de Moriaan hier in Oorschot. Maar stel ik heb een appartement hier in Oorschot en ik verhuur die. Dan is het toch veel fantastischer om in mijn appartement te gaan zitten met de kerstdagen. Terwijl ik je ondertussen wat tips doormail van ga bij de Zwaan eten, ga bij La Fleurie eten, waar dan ook. Want hier word je ondergedompeld in de cultuur. Wij maken er ook gebruik van met onze evenementen. Dit is in het Hof van Solms, dit is hiervoor in deze zaal.
En ik vind het belangrijk om een belevenis te creëren met mijn evenementen. Waarom? Mensen die vinden een klein simpel feestje met DJ's en wat podia's, et cetera, niet meer genoeg. Er moet een concept omheen zitten. Dit was de Villa Volta uit de Efteling. Compleet uitgewerkt met Hugo de Bokkenrijder daar in de hoek. Aart van der Wouw, die een beetje gek verkleed was. Die zat daar in de hoek. We hadden een ballenbak in een zaaltje. De lampen in deze zaal gingen aan en uit. De schilderijen beweegden. Alles om die beleving van de Efteling, die belevenis van de Villa Volta, over te brengen naar ons evenement. Ook afgelopen jaar, of sorry, vorig jaar hebben we weer een evenement georganiseerd. Heette House of Nuns, was een nonnenfeest. En ook compleet weer in de sfeer van de nonnen. Wij vonden namelijk dat de nonnen, die hier voormalig gewoond hebben, terug moesten komen naar het Hof van Solms. Die nonnen kwamen terug, die organiseerden een mis, compleet met pastoor. Er waren nonnen die hosties uitdeelden en iedereen had het gevoel alsof ze in het oude klooster rondleefden. Niet die DJ daarachter in de hoek die de belevenis maakt, maar de hele belevenis eromheen, het concept. Goed, gaan we heel even terug naar de koffie. Want ik ga jullie laten zien hoe bedrijven rijk worden. Nu in de volgende 60 seconden, dus let op. Koffiebonen. De grondstof van koffie. Laten we zeggen dat dit een kopje koffie is, deze bonen. Bonen kosten ongeveer, laten we zeggen, 15 cent voor een kopje koffie. Ja? Ga het verpakken, in een winkel stoppen, gooi het in de supermarkt schappen en je kunt er al 50 cent voor vragen. Doe het in een kopje, diezelfde bonen. Doe er een koekje bij op het schoteltje. En je kunt er waarschijnlijk al bij een cafeetje 1,50 of 2 euro voor vragen. Gooi er een experience omheen. Een belevenis zoals Starbucks dat doet. En je kunt voor diezelfde kop koffie, met diezelfde koffiebonen, 4, 5 of zelfs 6 euro vragen. Dat is de belevenis-economie en dat is de economie waarin wij nou leven. Wat ik jullie eigenlijk mee wil geven als 21-jarige manneke, ik weet niet of ik het moet doen, maar waar je ook werkt of welk product of dienst je ook verkoopt, ga waarde creëren. Creëer een belevenis om dat product heen. Want niet het product dat verkoopt meer, maar die belevenis daaromheen. Dus creëer waarde, verkoop een beleving en vraag jezelf constant af waarom je bepaalde keuzes maakt. Want alleen zo kun je de exacte en de juiste belevenis maken. Dank jullie wel.